Verder Vista, ja, daar zijn nogal wat vrachtwagenchauffeurs uit het Oostblok die uh, oude navigatie hebben en door de wijk heen willen met een vrachtauto. Ja, dat, dat blijkt. Uh, de berichten die wij krijgen is dat er inderdaad uh, veelal uh, vrachtwagens uit het Oostblok uh, met, met uh, nou ja, of een oude navigatie zitten of gewoon met, met alleen Google Maps of zo uh, de route proberen te vinden. En dan geeft hij aan dat hij over de motor toch moet. Maar ja, daar kan je niet, niet doorheen. Dus dan moeten ze daar gaan keren of uh, de, over de stadhuislaan met de nodige schade aan het wegdekken. Uh, een straatmeubilair. En uiteindelijk uh, vinden ze hun plek waarschijnlijk wel. Maar uh, wel ten koste van een hoop ellende. Uh. Er werd er opgeroepen aan de burgers die er wonen om vooral foto's te maken van die vrachtauto's die dat doen. Nou, wat wij zouden willen, uh, graag zouden willen is dat de, de burgers inderdaad die daar wonen dat ze foto's maken van de, van de vrachtwagens die daar keren. En het is natuurlijk helemaal makkelijk als er een naam op de auto staat. Dan kan je via internet kan je het bedrijf opzoeken. En daar doorgeven van Joh, neem een andere route en wijs daarbij gewoon de route die wel goed is. En wellicht dat dat voor een deel gaat werken om de verkeersoverlast te beperken.